naar een nieuwe video. Ik ga dit keer iets heel erg leuks doen, vind ik. Het is al echt een tijdje nodig en nu dacht ik ga het doen. Het is tijd. Ik ga namelijk mijn sieradenstash uitzoeken en opruimen. Ik heb hier namelijk een spiegel en dat is een spiegelkast en daarin zit eigenlijk al mijn sieraden. Ik ben denk ik nu 2 maanden geleden of zo overgestapt van zilver naar goud. Dus ik draag nu heel veel goud. Maar ik heb dus echt nog bizar veel zilveren sieraden. Nou wil ik dus eigenlijk niet al het zilveren wegdoen. En dit komt omdat je nooit weet wat je in je leven gaat doen. Dus misschien besluit ik over een jaar wel weer over te gaan op zilver. En dan heb ik niks meer. Dus ik wil nog wel echt mijn favoriete zilveren dingen houden. Maar ook echt pittig veel wegdoen. Ik zou hier even een shot in beeld doen. Dit zijn sieraden die ik er laatst uit heb gehaald en aan mijn vriendin heb gegeven. Dus dat is sowieso al bijna alles daarvan trouwens. Nog niet alles weg. Maar goed, we gaan nu gauw beginnen. Dus ben jij benieuwd hoe mijn sieradenstash er überhaupt uitziet? Ik ga op het eind nog even een tour geven. En wat ik allemaal weg ga doen. Blijf dan zeker even kijken. Abonneer op mijn kanaal, want dat zou ik echt mega leuk vinden. Want we hebben op dit moment iets van 2000 abonnees nodig tot de 10.000. Maar goh. Zou leuk zijn en een duimpje omhoog te doen. En dan gaan we snel beginnen met de video. Nou, voor ik alles weg ga doen en we alles gaan uitzoeken, wil ik nog wel even wat zeggen. Alles wat ik weg ga doen, ga ik of in mijn Instagram Closet Sale of Unite Wardrobe pakketjes doen. Of ik geef het aan mijn vriendin of dus mijn zus of zo. Of als het echt verkleurd is, gooi ik het weg. Dus er wordt sowieso iets mee gedaan. En ik ga het denk ik ook niet verkopen of zo. Ik ga het gewoon lekker weggeven. Ik ga trouwens gauw ook nog een video opnemen dat ik mijn kast weer ga uitzoeken en kleding weg ga doen. En dan ga ik het die avond, wanneer het online komt, een Instagram closet sale weer houden. Ik heb namelijk de laatste tijd heel veel closet sales gedaan en dat heb ik dan ook in mijn vlog benoemd. Maar mijn vlog loopt een week achter, dus een weekvlog. En dan is het al online geweest en dan is al heel veel weg en dan krijg ik heel veel berichten van oh wat jammer, weet je wel. Dus dat wil ik gelijk gaan laten lopen, zodat iedereen eerlijke kansen heeft. En daarin wil ik dus die sieraden ingaan in de pakketjes gaan doen, zodat iedereen gewoon een lekker extra kleinigheidje heeft. Nou goed, genoeg geluld, we gaan gauw beginnen want ik heb er helemaal zin in en ik hou van sieraden. Let's go. Oh, trouwens misschien wel goed om te zeggen waar ik dit vandaan heb voor ik vragen krijg. De voorste is van Ye Wang. Dat kun je eigenlijk alleen bij bedrijven kopen die dat merkje verkoopt of in kan kopen. Het tweede gaatje is van My Jewelry. En dat laatste gaatje is ook van Ye Wang. Deze is van Asuals. Deze is van My Jewelry. Deze ringen met een initial. Die zijn ook van Ye Wang. En deze is van Ana Luisa. Nou, nu gaan we echt beginnen. Dit is mijn spiegelkast. En hij komt van de Xenos. Ik weet niet of ze hem nog verkopen, maar ik heb hem echt mega lang toen ik in groep 8 zat. Heb ik hem volgens mij voor mijn verjaardag gekregen. En hij kan dus open. Nou ja, op dit moment heb ik hier echt allemaal random ringen en weet ik het allemaal. Knopjes, lieve heersbeestje van vroeger, echt mega veel. Hier heb ik wat dingen hangen. Ik heb hier vooral mijn kettingen, nog wat oorbellen. Het is echt een bende. En hier, oh kijk dan. Hier ligt ook echt van alles. Ik heb geen idee wat daar ligt. Ik heb doosjes. Ik heb hier ook nog van alles liggen. Ik heb hier nog een Pandora armband. Die wil ik wel houden, want die heb ik toen ooit gekregen. En allemaal doosjes en prutjes en horloges. En hier ook weer allemaal doosjes. Een random ring. Dus echt één grote bende. En dan aan deze kant kun je ook nog dingen hangen. Maar ik weet niet zo goed wat ik hiermee wil. Je kan er ook dingen in doen, zeg maar, qua oorbellen. Er zit een gaatje in. Maar je kan er ook iets aan hangen. Maar ja, ik vind het een beetje onhandig, want het flikkert altijd op de grond. Maar toevallig hier nog wel wat oude oorbellen. Nou, hier eentje. Geen idee waar de ander is. En dan heb ik hier ook nog weer wat dingen hangen. Dit is ook weer zo random. Oorbellen, deze had ik net nieuw, maar is al helemaal verkleurd, zoals je kan zien. Dus ja, die kan ik eigenlijk al weggooien. Dat vind ik echt niet mooi. Ik heb er mijn handen mee gewassen. Nou, hij is al helemaal brons. Deze nieuwe oorbellen, hier nog nieuwe oorbellen allemaal. Nou ja, goed hè. Dus dit is eigenlijk hoe het er nu uitziet. En het is echt één grote piepbende. Echt niet te doen. Dus we gaan dit gauw opruimen. Goed, laten we hierboven beginnen. Dit zijn echt allemaal random kleine oorbelletjes. Tot aan ringen, tot aan hele grote oorbellen. Ik ga gewoon alles eruit halen en één voor één misschien laten zien wat ik weg doe. En wat ik weg doe leg ik hier naast me neer, maar dat kunnen jullie nog niet zien. Maar dat gaan we dan zo laten zien. Ik heb hier bijvoorbeeld 2 zilveren sterretjes. Dus ik ga eigenlijk alles wat zilver is, ga ik nu tussenuit halen en wegdoen. En alles van vroeger ga ik gewoon in een zakje bewaren ofzo, want dat vind ik wel schattig. Mijn eerste oorbelletjes bijvoorbeeld. Dus dat ga ik nu versneld eruit halen.
Nou, dit is eigenlijk het enige wat ik van het zilveren overhoud. Oh, wat erg. En deze twee ja, ringen, die draag ik nooit, maar die hebben wel een... Ja, die heb ik gekregen, weet je wel, van mijn oma en zo. Dus dat vind ik een beetje zonde om weg te doen. Deze ringen, allemaal verkleurd, zoals je kan zien. Dat is allemaal, ja, echt zoveel gedragen dat het gewoon helemaal verkleurd is. Ook al is het echt zilver, het is gewoon verkleurd. Dus dit ga ik gewoon weggooien. Echt heel zonde, I know. Maar dit gaat, ja, dit is gewoon verkleurde zonde. En deze oorbellen heb ik bijvoorbeeld nog nooit ingehad. Dus die ga ik bij mijn giveaway doen. Ja, die zijn nog helemaal nieuw en die ga ik gewoon... Ik heb een winactie, dus daar ga ik hem gewoon bij doen. En dit ding is echt zo'n, ja, een soort van earcuff. Hier kun je hem aan je oor doen en dit doe je in je oor. Dus dat ziet er dan eigenlijk zo. Beetje lastig, maar ja, dat vind ik niks. Dus dit ga ik ook, nou ja, weggeven of wegdoen, want ik heb deze nog nooit ingehad. Oké, en dit ga ik nu gewoon even een beetje opnieuw indelen. Ik ga gewoon hier de... zilveren knopjes doen. Deze is namelijk van Fendi, dus dat vind ik wel echt heel erg mooi. Ja, en deze streepjes, die zijn sowieso mooi. Die andere, die is net gevallen, dus die vind ik straks wel weer. Ja, en de ringen die ik wel wil houden in het zilver, die, oh ja, die leg ik hierboven. Ja, en deze bijvoorbeeld. Deze was mega leuk, maar zoals je kan zien hier, hoort een bedeltje aan en die is dus eraf. Dus deze ga ik ook gewoon weggooien. Goed, gaan we door naar het volgende. En dit kan ik straks nog allemaal opvullen met wat ik hieronder allemaal tegenkom. Ik ga beginnen met deze hangertjes. En daarna het zakje hieronder. Even kijken. Sowieso het zilveren, die doe ik weg. Dat zijn twee van zulke ronde oorbelletjes. Nou ja, dit ga ik gewoon wegdoen. Dus weggeven. Die heb ik nog nooit ingehad ook. Ja, dit zijn van die gouden met roze steentjes. Die wil ik wel bewaren. Dus die hang ik hier. En misschien dat ik de oorbellen straks nog heel anders ga doen. Dus misschien aan de zijkant hier. Maar ik deel het straks in. Ik ga eerst gewoon uitzoeken. Dat lijkt me het handig. Ook deze vind ik mega mooi goud. Maar hij is helemaal verkleurd. Ik weet niet of je het kan zien. Maar goed, hij is gewoon helemaal verkleurd. En het draadje ook. Dat kun je wel zien. Kijk maar naar mijn ringen. Dus deze ga ik gewoon weggooien. Van de ketting is het enige wat ik gehouden deze paar gouden. Hier staat Floor op, vind ik niet zo, maar ik hou hem toch. En voor de rest zijn dit de kettingen van Ana Luisa, dus dat zijn wel echt goede kwaliteit kettingen. Waarschijnlijk kom ik nog wel wat meer tegen, maar dat zie ik straks wel. En de enige zilveren ketting die ik gehouden is zo'n sterrenketting. Ja, ik weet niet, die vind ik wel schattig. En dit zijn de kettingen die ik wegdoe. Dit is ook allemaal zilver, maar is allemaal verkleurd. Deze is goud. Dus ja, die is ook verkleurd. Dus ja, ik ga dit gewoon wegdoen. Dan deze oorbelletjes. Ik weet niet waar die ander is, maar ik kom vast nog wel tegen. En verder, ja, deze vind ik echt heel leuk. Maar goed, zoals je kan zien zijn deze ook alweer verkleurd. Dus deze ga ik wegdoen. En daarom wil ik gewoon goede kwalitatief goede oorbellen en zo. Want ik douche ermee, doe alles ermee en ze verkleuren gewoon. Dus dan wil ik stainless steel of echt gold-plated. Dus dit gaat weg. Oh ja, dit zijn van die zilveren oorbelletjes. Nou, die ga ik ook wegdoen met een sterretje. Die ga ik weggeven. Dan was dit het. Ik heb hier eentje, maar ik denk dat die andere hier nog wel ergens ligt. Het is al zo leeg. Gewoon, kijk dan, wacht. Lekker leeg. Maar goed, we gaan nu naar dit zakje. Want hier ligt echt mega veel in wat eruit is gevallen. En dat valt dan in dit zakje. Nou, als eerst heb ik dus dit. En dit hou ik wel gewoon wel eens altijd handig. Maar ik heb echt geen zin om dat helemaal hierin te gaan doen. Weet je wel, aan de bovenste. Dus ik weet nog niet wat ik hiermee doe. Ik hang hem, of ik leg hem voor nu wel gewoon ja, even weg. Maar die ga ik hier zo weer terug in doen. Dat is wel handig. En voor de rest, oh mijn god. Hier een leeg ding waar oorbellen in zaten. En dit is echt zo erg. Er ligt hier echt een hoopje sieraden. Ik hoop niet dat het allemaal in knoop zit. Maar we gaan het gewoon één voor één uithalen. Eens even kijken. Wat is dit? Dit is een ketting van Ana Luisa. Die hou ik. Dan heb ik hier een armbandje. Die hou ik ook. Er zit wel een knoopje in, maar die krijg ik wel uit. Het is zilver. Maar goed, als ik dan toch over naar zilver wil, dan, ja, dan heb ik in ieder geval een armbandje. Oh ja, ik heb hier een nieuwe oorbel. En dat was gewoon één paar. Dus niet twee, maar eentje. En die kun je dan één gaatje doen om af te wisselen. Maar ik draag geen zilver meer. Dus hij is nog helemaal nieuw met een kaartje. Dus ik ga deze gewoon weggeven bij mijn closet sale. Gewoon in een pakketje doen. Dan heb ik hier, ja,
heel erg leuk met een schelpje, maar die andere is kwijt. Dus deze ga ik gewoon weggooien. Oh ja, deze vind ik echt nog heel erg leuk. Dit zijn muntjes in het zilver. Maar goed, ik draag dat dus gewoon niet. Dat ik geen zilver draag. Maar ik hou ze nog even hier. Mocht ik toch zilver dragen, heb ik die. Maar ja, dan heb ik in ieder geval een paar. Ja, hier hoort... Volgens mij hoort hier die schelp aan. Die is weg, dus deze gaat weg. Ja, dan heb ik hier nog oorbellen met panterkopjes. Dus die ga ik ook gewoon weggeven. Nou, ik heb hier nog twee verschillende oorbellen. Ik heb geen idee waar die andere daarvan is. Dus ja, ik ga dit ook gewoon weggooien, want daar heb je helemaal niks aan. Ja, en dit zijn ook weer allemaal losse oorbelletjes. Een ringetje. Deze was wel heel erg leuk. Kijk, met zo'n heel subtiel diamantje van zilver. Die andere is weg. Die was uit mijn oor opeens gevallen. En dit zijn gewoon random ringetjes. Die zijn ook niet hetzelfde, dus ja, daar kun je ook niks mee. Dus dit ga ik ook gewoon weggooien. Ja, en deze zijn nog wel compleet. Die moet ik alleen nog weer even aan het ringetje doen. Dit is met zo'n zwart steentje. Een ringetje. Dus die heb ik ook nieuw. Die heb ik nog nooit gedragen. Maar die moet ik nog even hier aan doen, want die vallen er altijd af. Als je hem open houdt. Maar die ga ik dus weggeven. Nou, deze is leeg. Dus ik leg deze daar weer in. Zo, of hier zo. En dan is dit gewoon helemaal leeg. Wow, en dit is ook gewoon helemaal rustig. Nou, helemaal fijn. Door naar het volgende. Oké, dan komen we naar dit plankje. En hier, oh hier heb ik alweer dat streepje die ik nog wil houden. Dus die doe ik even erboven. Maar goed, hier heb ik eigenlijk allemaal lege doosjes. Waar ik dan bijvoorbeeld oorbellen of armbandjes in kan doen die ik weggeef. Ja, dus die hou ik wel. En die ga ik alleen niet hierin bewaren. Want dit kan ik dan bij mijn pakketjes neerleggen. Zodat ik mensen iets kan geven in dit doosje. Oké, dan... Ja, heb ik hier een gouden armband. Die hou ik sowieso, dus die doe ik naar boven. Of waar doe ik de armbanden? Nee, ik laat dit nog wel hierin liggen, want ik denk dat ik hier gewoon de armbanden in hou. Oh, dit is een zilver kettingje met een sterretje, dus die kan ik gewoon weggeven. Nou ja, deze twee kettingen hou ik sowieso. Dit zijn zilveren kettingen, maar die droeg ik echt de laatste tijd heel veel, toen ik nog zilver droeg. En ze zijn beide van My Jewelry. Ja, dus die hou ik wel. Oh, deze is ook wel schattig. Dit is een... zilver kettingje met een roosje. Die ga ik weggeven aan iemand. Oh, ik heb hier de andere oorbel gevonden van net. Dus deze kan ik ook gewoon weggeven. Dan heb ik deze ketting. Die hou ik nog wel, want die vind ik wel leuk. Maar die is zilver. Oké, dan komen we hier eigenlijk zitten allemaal losse achterkantjes in. Dat wil ik gewoon in een bakje of zo bewaren. Dat is wel handig. Ik heb hier dus een leeg doosje. Dus die ga ik hier gewoon inzetten. En daar doe ik allemaal achterkantjes in. Zodat als ik een achterkantje kwijt ben, dan kan ik hem hier uitpakken. Nou, dan heb ik hier nog van die gouden panterbedeltjes. Die vind ik heel erg leuk, maar er zit geen ringetje aan. Of in ieder geval, dat ringetje ben ik kwijt. Twee van die gouden ringetjes, dus die bewaar ik wel. Want ja, je kan altijd gouden ringetjes nog krijgen. En dan kan ik gewoon oorbelletjes maken. Dan heb ik hier nog twee zilveren ringetjes, die ga ik weggeven. Dan heb ik nog deze gouden oorbellen, die hou ik sowieso. Nou, ik heb hier weer de andere oorbel gevonden, dus die ga ik ook ophangen. Tada. Ik heb hier heel random een oorbel met een bloemetje. Ja, die ga ik gewoon weggooien. Zo, en dan is dit bakje alweer leeg. Ik heb hier dus alleen die bedeltjes liggen, maar die bewaar ik hier nog wel in. Oké, dan komen we hier aan. En hier heb ik mijn Pandora armband. Oh, er zitten ook nog wat andere dingen in, zie ik. Huh? Oké, vaag. Geen idee, deze ga ik gewoon weggooien. Dit is geen idee wat het is. Hier is mijn Pandora. Oh, het is een ketting. Ik dacht altijd een armband. Die hou ik sowieso. Hier zitten nog allemaal andere dingen in en ik weet niet waarom. Nou, ik zie dat er heel veel achterkantjes in zitten, dus dat ga ik allemaal in deze doen. Maar ik zie ook mijn, ja, van vroeger oorbel en dit is een dolfijn. Kijk, dus ik ga dat gewoon hierin bewaren. Dan wordt dit het doosje van vroeger met oorbelletjes van vroeger en mijn Pandora van vroeger. Dat vind ik wel leuk. Ja, ook mijn eerste oorbelletjes. Dat zijn ook van die lieve heersbeestjes. Dus ja, die hou ik hier ook wel in. Want dat vind ik gewoon leuk voor vroeger. En dan ga ik hier de achterkantje in doen. Zo, dat heb ik hier. Dan heb ik hier volgens mij gewoon nog een leeg doosje. Wat zit hierin? Ja, een leeg doosje. Nee, ik ga die doosje wel bewaren, want dat is altijd handig. Maar dat leg ik nog even hier op de grond. En een brillendoekje. Nou, dan was dit ook alweer leeg. Dus ik heb echt heel veel leeg. Gaan we door naar het volgende. Goed, hierin heb ik echt hele random dingen liggen. Wat is dit? Een armbandje van het NK. Ja, wat moet ik hiermee? Die ga ik gewoon wegdoen. Is wel heel lief. Dan twee horloges. Die hou ik sowieso. Zijn wel zilver, maar
Ja, dat ga ik wel gewoon houden. Wat zit hier? Oh. Nou, ook weer twee lege zakjes. Die hou ik wel. Dan heb ik hier, heel random, een nieuw armbandje. Zilver ga ik wegdoen. Hier nog meer dingen liggen. Oké, goed. Dit is een, ja, dit is een hele zware oude ketting met een klavertje 4. Maar die ga ik gewoon weggooien, want hij is echt niet mooi. En hij is ook heel stug en zwaar. Dan heb ik hier een enkelbandje in het zilver. Die ga ik wel gewoon wegdoen. Die ga ik weggeven. En wat is dit? Dit is een ketting. Of een armbandje in het zilver. Is op zich wel schattig, dus die hou ik nog wel. Nou, en dan is deze ook weer leeg. Echt mega veel leeg. Ik ga deze oorbellen, of deze, weet dat, horloge. Die ga ik hierboven neerleggen. Oké, dan komen we alweer bij deze twee aan. Hier heb ik ook weer allemaal lege doosjes. Dat hou ik wel. Dit doosje ook. Je kan heel mooi een armband in. Die armband heeft mijn vriendin meegenomen. Dus ja, eigenlijk kon ze dit doosje ook al meenemen. Maar goed. Hier een verkleurde ring. Zilver. Ga ik weggooien. En nog allemaal sieraden zakjes. En dan bewaar ik wel zodat ik het kan weggeven in dit leuke zakje. En hieronder ook weer sieraadzakje. Dit is heel erg groot. En trots op jou. Hier kan ik ook gewoon een cadeautje in doen. Dus die hou ik ook. Oh gut, wat is dit dan? Een etuietje. Wat zit hierin? Oh, vreselijk. Oh my god, moet je nagaan dat dit vroeger echt een ding was, hè? Nou, die ga ik weggooien. Hier dan nog allemaal in. Een heel random touwarmbandje ga ik gewoon weggooien. En wat is dit allemaal? Allemaal van die touwarmbandjes, daar hou ik echt niet van. Dus ik ga dat gewoon, ja, wegdoen. Misschien weggeven, ik weet niet of iemand dit leuk vindt, maar weg. En deze ga ik ook wegdoen, dus een ketting. Ook deze zijn wel leuk. Ik wist helemaal niet nog dat ik die had. Dit zijn van die gouden oorbelletjes met sterretjes. Die bewaar ik nog wel. En dan is hij alweer leeg. Dus ja, dit etuietje gaat hier weg. En dan heb ik hier nog een gouden, of een goud, een random oorbel. Nou, die gaat absoluut weg. Nou, en dan is dit weer allemaal leeg. Gewoon drie hele lege, ja, vakken. Dus dat kan ik weer mooi gaan opvullen. Oh, ik zie hier nog een random sterretje zonder ringetje. Die gaat weg. Top. Even kijken. De doosjes ga ik hier allemaal onder doen. De doosjes hieronder zo. En, of nee, wacht. Wat is dat? Ja. Zo. Ga ik toch hier doen en dan doe ik hier in dat grote vak de zakjes. Dit is namelijk het enige vak die geen scheidingswandjes erin heeft. Deze hebben allemaal van die scheidingswandjes in het zwart. Dat kun je zien. Maar deze niet. Dus daarom kan ik hier alle zakjes gewoon doen. Zo. En dit is dan hoe het op dit moment nu uitziet. Kijk, dit is wel ingevuld. Hier heb ik mijn armbandje en zo. Maar dit is verder eigenlijk allemaal leeg. En dan hier de bakjes en zakjes. Dus dat kan lekker veel opgevuld worden. En dit is ook gewoon lekker leeg. Dus dat is top. Dus nou gaan we door naar dit. En ik zie al gelijk, deze kan weg. Want die heb ik net ook weggedaan. En dit zijn oorbellen van vroeger. Die ga ik ook wegdoen. Nou, dan is dit ook allemaal leeg. Geen idee wat ik hier ga ophangen. Want het valt altijd zo snel van af. Dus dat zie ik nog wel. Dan gaan we nu gewoon naar dit. En dat is alweer het laatste. Oké, laat ik hier beginnen. Ik heb hier twee gouden ringetjes voor je oren. Dus die hou ik wel. Ja, deze is dus verkleurd. Super zonde. Want ik vind hem echt heel erg leuk met die bedeltjes. Maar ja, dit is gewoon geen goud meer. Dus deze ga ik gewoon weggooien. Ja, dit zijn ook zilveren ringen met diamantjes. Zoals je kan zien. Die ga ik ook gewoon wegdoen. Dat draag ik niet meer. Ja, deze heb ik net nieuw. Dus die hou ik hier nog wel. En hier heb ik ook allemaal gouden ringetjes. Die hou ik sowieso allemaal. Maar die ga ik hier straks niet meer houden. Die ga ik daarheen doen. Nou, hieronder heb ik eigenlijk ook allemaal gouden of zilveren ringetjes. Deze zilveren ringetjes. En iets kleiner. Die ga ik gewoon weggeven. En dit is een grote, maar die is verkleurd. Dus die doe ik sowieso weg. Nou, en dat was ook alweer dit. Dat gaat echt best wel snel.
Nou goed, ik heb hier alles neergelegd. Dit is alles wat ik weg ga doen. Zoals je ziet is het of gewoon niet meer mooi. Dat ik denk, ja, dit ga ik niet meer dragen. Of gewoon verkleurd. Vooral dit allemaal is echt allemaal verkleurd. Of er is maar één paar van, zoals deze. Hij is heel erg leuk. Maar ja, die andere ben ik gewoon kwijt. Of nou, in ieder geval een schelpje. Dus ja, het is of verkleurd of gewoon niet meer mooi, gedragen, lelijk. Dus dat ga ik echt oprecht weggooien. Dit ook, hier maak ik gewoon echt niemand meer blij mee. Dus ja, dit ga ik wegdoen. Ja, dit is allemaal nog wel echt mega mooi. Dit is allemaal zilver eigenlijk. En dit ga ik gewoon bij pakketjes doen. Dit zijn kettingen, enkelbanden of enkelbandjes, armbandjes, heel veel oorbellen eigenlijk ook. En ook echt nieuwe oorbellen. Dit is allemaal nieuw en niet gedragen. Of één of twee keer gedragen. Maar dat zit er eigenlijk niet tussen, want dat heb ik allemaal weggedaan. Dus ja, dit heb ik gewoon niet gedragen. Deze bijvoorbeeld echt een paar keer. En deze ook, maar voor de rest nada, nieuw. Maar dit ga ik bij mijn pakketjes doen. Als iemand wat koopt bij mij, gewoon als kleinigheidje erbij. En dit zijn eigenlijk dus ook nieuwe oorbellen, maar daar heb ik er maar één van. Dus dat ga ik ook wel gewoon wegdoen. Dan nu even een tour waar ik alles heb. Nou, en dit is after. Het is echt heel leeg voor mijn doen. Ik heb echt rete veel weggedaan. Dit zijn letterlijk de oorbellen en ringen die ik hou. Dit zijn gewoon ringen, zilverringen die ik wel gewoon wil houden en ja, dierbaar zijn. Deze twee oorbelletjes maar, studs oorbelletjes, want die vind ik nog wel heel erg mooi. En deze gouden oorbelletjes. Ik weet eigenlijk ook niet meer waar die van zijn. En deze zijn van By Sure. Ik heb hem alleen net in de knoop gebracht, dus dat moet ik even uithalen. Dat is wel een beetje kut, maar goed. Dus dat heb ik hier. Dan gaan we hier naar eigenlijk de gouden dingen. Dit zijn gouden oorbellen, gouden kettingen die ik heb gehouden. Ik heb er natuurlijk nu ook heel wat om nog. Dit zijn alle gouden oorbelletjes die ik heb gehouden. Zoals je kan zien zijn ze nog allemaal mega mooi en nieuw. En gouden ringetjes. Zo. Nou ja, hier heb ik dus gewoon mijn lege, of mijn lege, de achterkantje van oorbellen. Nou, dan heb ik hier dus die oorbelletjes waar ik nog een ringetje voor wil en horloges. Dan hier die Pandora en dit is verder leeg. Dan hier nog lege doosjes. Dit is ook verder leeg, lege doosjes. En zakjes. Dus dit is eigenlijk allemaal dus vanaf hier zo leeg of doosjes. Dan hier heb ik ook helemaal niks. Ik weet echt nog niet wat ik daar überhaupt ga ophangen. En hier heb ik het zilveren wat ik eigenlijk nog wil houden. Kijk, hij gaat ook heerlijk dicht. Zo. Nou, dit wordt dus weggegeven in mijn Instagram closet sale. Als bij de pakketjes ga ik dat doen. En dit ga ik weggooien. Dus kijk dan hoe rete veel er weg is. Nou, dat was dit alweer de video. Ik heb echt bizar veel weggedaan. Ik ben echt trots op mezelf. En het komt dus op een goed plekje terecht. En alles wat verkleurd is of kwijt of gewoon gedragen en zo, dat gooi ik weg. Want dat is gewoon niet zo hygiënisch en zo, vind ik. Dus helemaal blij, lekker georganiseerd. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jij het leuk vond. Dus zeker even een duimpje omhoog. En check dus even mijn Instagram @FloorDelver of Unite Wardrobe. Dat staat eigenlijk altijd in de beschrijving. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie tot de volgende video.